Jan-Willem Alphenaar, je bent al een tijdje bezig met DSB, de movie. En hoe staat het ermee met het project? Ja, bijzonder goed eigenlijk op dit moment. We zijn nu met de laatste fase bezig waarin mensen gaan acteren en de film vorm gaan geven. Okay, dus het idee van de crowdsourcing om door het maken van DSB, de movie, gaat nu beginnen. Vertel even kort wanneer het begon. Eind oktober dit jaar kwam ik op het idee om een film te gaan maken met behulp van crowdsourcing. En een week daarna was dat een feit, het project, was het begonnen. Ja, dus je had een website, je had een trailer. Wie zijn de mensen die in het core team zitten? Matthijs van den Broek van MarketingFax, Hein Voorwinde als scriptschrijver, Andy Hoek als scriptschrijver en ikzelf. En wat is nou precies het crowdsourcing gedeelte? Want jullie hebben dus eigenlijk een script geschreven wat door de twee scriptschrijvers is geschreven. En wat is nou, wanneer komt het, is het crowd gedeelte al begonnen of komt dat nog? Crowd hebben we gedaan met de eerste projecten, dus met het maken van logo en het maken van de soundtrack. Daarnaast hebben we de crowd gebruikt om te komen tot de input voor het script. Dus we hebben met iedereen gesproken die daarover wilde praten. Mm-hmm. En nu moet de crowd het zelf gaan opnemen, de video's of de scènes. Dus nu gaat de crowd echt aan het werk. Oké, dus op basis van de input die je verzameld hebt op de sites is nu een script gemaakt. Wel door twee professionele scriptschrijvers. En de DSB trailer die is gemaakt door een professionele maker van reclamefilmpjes. Ja, klopt. En wat gaat er nou in dat script gebeuren? We hebben een script gebouwd met drie verhaallijnen. We hebben een hoofdverhaallijn van een verkoper die gaandeweg het project wroeging krijgt. Mm-hmm. We hebben een gedupeerd stel die tijdens de hele film uiteraard gewoon wel raakvlak hebben met die verkoper. En we hebben een aantal nieuwsfeiten die het geheel onderbouwen. Ja, ja. Oké, dus drie verhaallijnen worden geïntegreerd. En dat zijn dus een aantal scènes. Hoeveel scènes zijn er totaal? 41. En iedereen kan nu inschrijven, ik wil scène 1, 2, 3, 4, 5 maken. Ja, mensen kunnen zich inschrijven en zeggen, ik wil drie scènes spelen. Ja. En dan krijgen ze van ons willekeurig een drietal scènes toegestuurd, afgestemd op de grootte van hun groep. Ja. En de opnames worden ook door andere mensen, door de mensen gemaakt die zich aanmelden? Ja, iedereen zal op dezelfde manier, zoals jij het nu ook doet, met een cameraatje zelf moeten opnemen. En vervolgens aanleveren via internet, zodat wij hem kunnen vinden. En dan kunnen we hem gebruiken voor de film. Oké, dus dan krijg je een heleboel videofragmenten binnen. En die videofragmenten, hoe gaat dat dan verder? Nou, dan gaan we dus gebruik maken van onder andere DIC. Dat video-applicatiesysteem, waar jij natuurlijk alles van weet. Mm-hmm. En daarbij willen maar we... Maar vertel het even kort, wat gebeurde mee dan? Nou, we willen per scène willen we een kanaal hebben. En dat we kunnen zien welke video's er ingezonden zijn. Dus voor scène 1 krijgen we bijvoorbeeld 8 inzendingen. Die willen we netjes op één rijtje kunnen zien. Zodat het publiek kan gaan stemmen wat de beste is. Oké, dus DIC gebruik je om allerlei kanaaltjes te maken per scène en dan de totale film natuurlijk en alles eromheen, ja. Ja, dat klopt. En ja, ik heb net gezien, biedt het alle mogelijkheden toe. En dan, dus dan krijg je allemaal scènetjes die binnenkomen. Kijk, dus nog even hier van, hier zie je een kanaaltje van DSB The Movie. En daar zitten allemaal alle filmpjes in van... Natuurlijk alles van RTL en interviews en dat soort zaken. Maar datzelfde tooltje ga je dus ook gebruiken voor... De scènes die ingezonden worden. En dan gaat het publiek stemmen? Dan moet het publiek uiteindelijk gaan stemmen en zeggen wat zij de mooiste scènes vinden. Ja. Althans de mooiste inzendingen per scène. Ja. En die plakken wij vervolgens achter elkaar. Dat doet een montageteam. Ja. En dan hebben we een definitieve film. Ja, ja, dus eigenlijk zijn er duizenden verschillende permutaties mogelijk. Ja. Dus ja, je zou er ook drie kunnen maken. Ja, ja, inderdaad. Er kunnen 10 edities uitkomen, bij wijze van spreken. Maar wij kiezen degene die door het publiek gekozen wordt. Ja, ja, maar eigenlijk, het publiek kan ook dan zelf zijn eigen filmpje maken... door alle scènes op elkaar op een rijtje te zetten met hoe zij het leuk vinden. Klopt. Alleen, voordat de film uitkomt, weet niet iedereen... of althans weet eigenlijk niemand wat de volgorde wordt van de definitieve film. Oh, dus oké. Dus daar zit nog iets. Ja, dat hebben we bewust gedaan om mm-hmm. wel het einde een beetje spannend te kunnen houden. Oké. Okay. En dan, wat gaat er met de film? Wanneer moet het afgerond zijn? De film moet eind februari uiterlijk af zijn. Ja. Dus het totale budget? Nul. Gewoon, €0. Alleen, ja, input. Dat is het enige wat we hebben. Ja, ja. En ook een gigantische bak publiciteit. Hè? Dus ik heb het bij het NOS Headlines gezien. Ik heb het bij RTL gezien. Nu ben je ook weer een rondje met media aan het maken. Ja, ja, het is heel druk. We moeten even kijken wat we nu aan aandacht gaan krijgen. Want we krijgen heel veel aanvragen. Maar ja, dat ziet er weer goed uit. En dat hebben we ook nodig om mensen aan te sporen om mee te doen. Ja, ja. Oké, en voor jou is het gewoon leuk van... je bent bekend als Nederlands eerste film crowdsource manager. Maar wat doe je normaal in het leven? Normaal gesproken ben ik marketing communicatie manager bij een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunt.
Nou, dit is ook erg maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat heb je geleerd eigenlijk van het crowdsourcing project? Van wat moet je wel doen, wat moet je niet doen? Wat je zeker moet doen is je opdrachten heel duidelijk formuleren. Echt een kader aangeven van dit is wat we willen. En dit is het moment dat wij het willen. Als je dat niet doet, dan, ja, dan gebeurt er gewoon niks. Dan is het te open. Als mensen niet snappen wat je opdracht is, dan doen ze het niet. Bijvoorbeeld net zoals met Wikipedia, de structuur is super duidelijk. Ja, en als die structuur er niet is, ja, dan loopt het mis. Als wij zeggen, wij willen een film maken, kom maar een beetje bijdragen. Als mensen niet weten wat we willen hebben van ze, dan komen ze met niks. Nee. Okay. Dus jullie hebben inderdaad heel veel tijd. En waar heb je die inspiratie vandaan gehaald? Van hoe je nou zo'n project opzet en de crowdsourcing op een gestructureerde manier inzet? En dat hebben we gaandeweg de afgelopen 2 maanden met vallen en opstaan geleerd. Want we hebben een aantal opdrachten uitgezet waar gewoon niks op binnenkwam. En daar hebben we van geleerd van oké, dat was te vaag, niet duidelijk genoeg. En toen zijn we opdrachten duidelijk gaan formuleren en ja, toen kwam er genoeg input. En zie je dit nu ook, want je hebt nu een bak met publiciteit gekregen. Zie je nu ook dat je publiciteit, dat je dit kunt maken voor andere bedrijven? Want niet iedereen heeft die bak met publiciteit. En wat is de mogelijkheden voor klanten, voor bedrijven om hun klanten in te zetten als crowdsourcing? Even open doen alstublieft. Noord, klopt. Ik ben in een interview. Ja. Ja. Nog even die vraag van wat kunnen andere bedrijven nou eigenlijk doen met klanten? Vraag heel duidelijk aan je klanten wat zij kunnen bijdragen aan jouw product. En op het moment dat je bijvoorbeeld een mobiele telefoon levert, dan kan je op een gegeven moment aan iedereen vragen, joh, wat valt je nou tegen aan dit apparaat? Zoals Dell het bijvoorbeeld doet met de ID Storm, ik weet niet of je dat project kent. Zij vragen aan hun klanten, wat moeten wij verbeteren aan de producten? Ideeën gebruiken ze, zet ze weer in om die producten te verbeteren. Maar dat is elektronica is natuurlijk een van de makkelijkste voorbeelden. Maar denk aan gemeentes, hoe wil jij makkelijker communiceren met jouw gemeente? En de lessen zijn zeer duidelijk gestructureerd aanpakken. Heel gekaderd aangeven wat je wel of niet wil hebben. Dankjewel. Deze bij de movie in februari in een 4 near you.